Stichting Delersvaart Sportief, waar staat dat voor? Nou, Stichting Delersvaart Sportief staat voor sporten in de natuur en dat voor iedereen toegankelijk is. Nou, dat hebben we, de stichting hebben we opgericht en ons eerste initiatief is de trimbaan de Koter geworden. Kom, we gaan met z'n allen het rondje maken. De baan is totaal 1,5 kilometer lang. Hoeveel hindernissen kom je tegen? Dan kom je 9 hindernissen tegen. Je staat eigenlijk met een evenwichtsbalk. Daar hebben we ook al even gedemonstreerd. Er zijn dips waar je echt even door moet zakken. Je buikspieren kom je tegen. Komt een hele gave klimschutting tegen waar je overheen moet. Echt voor een extra uitdaging is dat. En nou bijvoorbeeld de monkey bars. Die zie je daar. Ja. Ja, super gaaf. Lekker in de natuur. Ja. Je kunt aan de optrek staan, kijk je over het meer heen. We zijn super trots dat we dit hebben kunnen bereiken met elkaar. En laten we hopen dat we nog in de toekomst wat meer kunnen. Deze baan is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hardenberg en door de Rabobank, hè? Ja, dat klopt. En nou hoorde ik ook in het verhaal al dat jullie filmpjes gaan maken. Ja, we willen graag bij elke oefening demonstreren wat je daar kunt doen. En die filmpjes komen weer terug op onze Facebook-site. Een supergoed idee. Ja, zo hou je het een beetje interactief. Wat is jullie Facebook-pagina? Onze Facebook-pagina voor de trimbaan is Trimbaan de Koter. Trimbaan de Koter, mag iedereen daarop? Ja, hij is voor iedereen toegankelijk. Dus iedereen, maakt niet uit waar je vandaan komt. Hij is volledig gratis. Dus je kunt lekker op je eigen tempo, je eigen initiatief kun je op de baan gaan. Very good.